Yo, welcome back to a brand new episode with the one and only Mr. Rangers uiteraard voor Belgium All-Stars. Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor de goede feedback en de vele likes die we op de vorige video hadden gehad. Het is echt super hoe jullie ons supporten en ja, daar doen we het ook voor. Dus verleden week had ik voor jullie een Beast gameplay. En deze week is dat natuurlijk niet anders, hè. Belgium All-Stars, what else. Vandaag heb ik echt een Beast gameplay van een Beast-spelerken, namelijk de Gillian, of de G16. Hij had direct een zotte score, 126 kills, 5 dits op Hardpoint in Nuketown. Ik denk dat dat de lievelingsmap is van heel veel mensen die Call of Duty spelen. Ik heb die jammer genoeg niet, dus ik kan er niet over meespreken, want ja, als ik mijn spel kocht, zat dat er niet bij. Maar ja, het is nu zo. Hè. Maar hij had hier dus 126 kills, 5 dits, in combinatie met een nucleurke erbij, waarom niet? Hè? Dat is de kers op de taart, zoals we zeggen. Hè. En nog eens een score van 10.800 puntjes, alsjeblieft. Dus ja, ik zal... Is in het kort opnoemen wat zijn klasse setup is, want bij de vorige commentary was ik dat precies vergeten. Dat kan eens gebeuren. Dus hij speelt hier met de MSMC, met FME en Grip. Zijn perks en Ghost, Flag Jacket, wat ik persoonlijk super handig vind. Scavenger, Toughness en Dexterity. Zijn killstreaks in de Steel Chopper. V-Set en de Doggies. Dus in het begin gaat het wat traag. Maar naar het einde toe is hem echt iedereen aan het kapot maken. Dus blijf zeker kijken tot het einde, want we are saving the best for last. Nu wou ik het even nog in het kort mijn mening geven eigenlijk over die patch of die update die er is geweest. Waarom in het kort? Dus de Tiger die is terug, die heeft gedaan met examens en die kan terug beginnen commentaten. En die heeft echt een super commentary gemaakt met heel gedetailleerde info wat dat betreft. En die komt er binnenkort aan, dus online. Maar zwart, ik wou toch nog mijn eigen mening erover geven. Dat is eigenlijk dat ik het jammer vind dat die ten eerste die shotguns niet wat minder sterk zijn geworden. In tegendeel, ik denk dat er zelf één is die nog wat sterker is geworden. En vooral wat mij het meeste stoort, is dat ik dacht dat de connectie wat beter ging zijn. Maar dat is in mijn ogen absoluut niet het geval. Ik denk dat ik de matches die ik al gespeeld heb zonder Connection Interrupted of Migrate and Host op mijn één hand kan tellen. Verder blijft ook met een PS3 freeze en dat is echt wel door dat spel, denk ik. Bij andere games heb ik dat totaal niet. Volgens mij is dat ook niet zo goed voor je PlayStation. Als je die dan terug opstart, dan moet dat systeem herstel terug beginnen lopen en zo. Dus ja, laat me eens weten of er nog mensen zijn die dit probleem hebben meegemaakt. Want ik denk niet dat ik de enige ben bij wie dat probleem eigenlijk voorkomt. Dus ja, dat was mijn mening in het kort erover. Er is jullie allemaal wel horen van... Den Tiger is een commentary. Verder komt er ook nog een commentary aan van onze nieuwe commentator, de Steda. Ik heb die al gehoord, die is echt wel een chille commentator. Ik denk dat je er veel plezier zult aan beleven. En natuurlijk ook het filmpje met wie de gelukkige winnaar is van onze giveaway. Dat was de giveaway van onze 500 likes op Facebook. Ik denk dat we er nu ongeveer al 600 hebben. Dus ja, zitten er niet bij, niet getreurd. Er komen er nog, zelf binnenkort nog een. Dus als je er nu niet bij zit, ben je misschien wel degene die volgende keer wint. Nu, wat ik nog wou zeggen is eigenlijk, ik ga in de description een link naar een Facebook-page zetten. Die page heet de Belgian and Dutch Call of Duty Players. En ik vind dat persoonlijk een hele goede page. Met allerlei info in verband met code en zo. En vooral wat dat belangrijk is, is in het Nederlands. Echt een hele coole page. Dus ik zou zeggen... Check ze eens uit, ga eens naar die page en je zult zien dat is echt een hele toffe page. Dus ja, hierbij ga ik mijn commentary afsluiten. Dat was het voor vandaag. Vergeet zeker deze Beast gameplay niet te liken. Duwen op dat groen duimpje. En ja, dan zou ik zeggen tot de volgende keer. See you. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above, 'cause it's one time for the underdog.